allemaal, ik ben Stefan. Vandaag gaan we Surinaamse hoezaga slaan. Maar daarvoor nodig heb je rode bieten, gepluisde kipfilet, gekruimelde aardappeltjes, zo'n 1 kilo, een blik zilveruitjes, een blik gesneden augurken, ijsbergsalade, mais, gekookte eitjes en Zaanse mayonaise, sandwich spray. En dat was het. Nu gaan we beginnen. Dus eerst de rode bieten. Zo. Daarna de kipfilet. Gekruimelde aardappel. En nu gaan we het mixen. Zo, nu zijn we klaar met prakken. We gaan door naar het andere object. Nu doen we romige mayo in. Ja, je mag de potten pakken hoor. Gewoon de potten boven houden. En Stefano doet het helemaal zelf, dus Klaar? Nee, je mag alles erin doen. Je hoeft niet voorzichtig te doen, kan alles gewoon eruit. Ja. Hou maar de pot boven. Zet de pot maar neer. Nu gaan we het roeren. Mag ik een beetje helpen? Ja. Dus je moet het echt door elkaar doen. Ja. Ja? Ja. Thank you.
Zo, ik heb alles door elkaar gepakt. Nu gaan we door naar de mais. En nu gaan we met mij. Nu de zilverfruitjes. En de gesneden augurken. Nu de sandwich spray. En wat ga je nu doen, Safira? Het roeren. Het door elkaar halen? Ja. Oké. Okay. Zo, we zijn klaar. Nu gaan we het... En met wat ben je klaar? Ik ben klaar met het mixen en het helemaal plat maken. Oké, en wat ga je nu doen? Het ijsbergsalade aan de zijkant doen. Nu doet het goed hoor. Ja, heel goed. Zo een beetje een rand en rondom. Niet te veel. Ja, dat zijn de zussen van Safira, hè? Die zijn even bezig met de vogel. Ja, en dan ga je dat even hier doen en een randje nog even. En dan ga je dat eventjes, ja, zo ja. En dan ga je dat nog verder aan het randje brengen. Goed zo, ja. Klaar, dat is klaar. Klaar, klaar, klaar. Ja, goed zo. En wat ga je nu doen? Nu ga ik de eieren snijden. Oké, momentje. Zo, nu gaan we ei snijden. Zo, nu zijn er nog 3 plakjes. En nu? Nu is het klaar, toch? Ja, nu zijn we klaar. Ja. En waar kan je dat bij gebruiken? Waar eten we dat bij? Bij Surinaamse feestjes, verjaardagen? Barbecue, je kan het op brood eten, op barbecue. Met gebarbecued vlees. En stokbrood. En stokbrood. En wat zeggen we dan? Dag allemaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk allemaal. Dank jullie wel dat jullie hier naar kijken. En geef mij een like. En geef mij een like. Pobre corazón, que no atrapa su cordura.